Ladies and gentlemen, welcome to the Coffee Heroes and Cups Epic Hearthstone Nuke Challenge. Two Cup Scrubs will fight to the death in a best of three series. This will be the third and last match. The loser will have to sing a song in the front of his mic. Our first Cup Scrub is a man of few words, it is Gilo. Alright. Our second Cup Scrub is the giggly guy, none other than Echo Crescent. Hello. Here we go. Let's do this shit. Hey, heb je nou weer je Warlock? Ja, ik moest toch hetzelfde deck nemen, of niet? Oh ja, dat is waar ook. Ja, ik wil zeggen. Dus je hebt wel een goede deck. Nou ja, maakt niet uit. Nee, ik heb een verkeerde deck. Nee, want je hebt een andere deck dan je Druid. Ja, maar ik had de verkeerde gepakt. Oh. Nu heeft Michael toch misschien nog een kans. Echt? Here we go. Een mana deck. Huh. Spell Warrior? Interesting. Wat zou Michael kiezen om te doen? Gaat hij voor een epic card? Hij gaat voor de epic card. Oh, de hit op hem! Oh, het is te veel! Anyway. Jael met zijn Warrior. We zullen zien wat hij voor ons in petto heeft. Mana deck. Huh. Yep, oké. Okay. Oh! Een Spell Warrior, neem ik aan. Isn't this in... Wow, wat? Hij gaat niet voor Oh, oké. Wat? Oh. Huh. Okay. Some very odd plays, but I'm certain he has a reason for this. We don't know his deck yet. We don't know his deck yet. Jael here is the pro, so, you know, don't worry guys, don't worry. Of course. Als jij nu tegen je scherm aan het schreeuwen bent van doe dit, doe dat. Ik leef met je mee, maar ze weten beter, oké? Ze weten hoe het moet. Ja, hartstikke pro. Ze zijn hartstikke pro, oké, dames en heren? Ja. Sowieso. Ja. Ze zitten allebei in rank 1 ongeveer. Dus ze weten wat ze doen. Geen zorgen. Sowieso. Hey, 21, ja. Rank 1. Ah. Oh, nee, is ook goed. There we go. Ja. Charles is niet zo blij met deze trade, maar ja, dan had hij het maar wat beter moeten doen. Zeker wel. Oké. Okay. Here we go. Michael nog steeds board adventures. Dus kijken wat Charles hier kan doen. Hij heeft een... Oh. Fiery War. We win next. En de Whirlwind. Oh, Whirlwind. Okay. Dikke value. Echt wel? 2 gekilled. En hij gaat voor Face. Face Warrior. Het is op zich slim, aangezien hij anders 2 damage op de board had. Maar Michael heeft nu een taunt erbij. Plus een buff, dus dat wordt nog moeilijk doorheen te gaan. 4 damage, of 4 HP. Dus gaat niet dood aan de Fire War Edge. Maar Jael heeft daar toch wel een antwoord op, denk ik. Ja, hier komt hij. Het mooie is, hij blijft overleven. Plus nog een kill. Oké, cool. En perfect. Mooi hoor. Jael, 16 AP. Oké. Okay. Kan Michael dit potje winnen? We zullen zien. Kaart wordt gepakt. De dwerg wordt op het veld gezet, dames en heren. De donkere dwerg. En turn gaat weer naar Jael. Jael met niks op zijn bord. Hoe ga ik dit doen? 12. Oh, oké. Okay. Ja. Ik wil ook alvast voor de mensen thuis even mijn excuses doen. God op. voor de moeder van Michael die in de achtergrond weer iets aan het doen is in de keuken. It happens. We hebben er geen macht over, dus sorry. Ze heeft haar eigen wil, oké? Okay? Jong! Jong! Want een rotkaart staat ook. Hallo. Ja. Dames en heren. The Warrior. Met 4 HP. Kan Jael nog terugkomen? Het ziet er naar uit. Het ziet er naar uit van...
Van. Nou. Wat is zijn laatste kaart? Oh, niet! Okay. Holy shit. Kan Michael het afmaken? Nee, ik wou een Hellfire doen! Rage quit. Holy shit. Dames en heren, onze winnaar, Michael. Wat een rotspel. Michael. Good game, thank you. Dames en heren, natuurlijk, we hebben gezegd, de verliezer moet een liedje gaan zingen. Jael is de verliezer. Als eerste, hoe voel jij hier nu bij? Was het nog niet duidelijk? Even voor de kijkers thuis. Ik ben vereerd dat ik heb mogen verliezen van zo'n geweldige tegenstander als Michael. Als ik van iemand zou moeten verliezen, is hij het wel. Meent hij niks aan. En Michael, wat heb jij te zeggen hierop? Nou, dankjewel. Wauw, echt, ik ben gevleid. Echt wel. Oké. Okay. Dankjewel. Dames en heren. Jael zal zijn liedje zingen in het volgende filmpje. Dus nog even geduld. Bitches. Wauw, Closer, come closer then. Fire all stone balls! En toen ging. Oké. Okay. Go.